Het is alweer dag 54 zonder voetbal. En daarom hebben we bij VI wat nieuws bedacht. We gaan VI Theo bellen. En we gaan de nieuwe serie aftrappen met niemand minder dan Mark Vlekken. Mark, kun je me goed verstaan? Ja, ik hoor je wel top, joh. Ja, want jij zit natuurlijk in het buitenland. We willen graag horen hoe het met onze spelers in het buitenland is. En van onze volgers kregen we het verzoek om de serie met jou te beginnen. Want je bent aardig populair bij onze volgers. Heb je dat een beetje meegekregen? Dat heb ik wel eens vaker onder foto's op Instagram zien langskomen. Ik zei het net al, we hebben natuurlijk een hele tijd geen voetbal gehad. Hoe ben jij de tijd doorgekomen? Gelukkig neemt mijn dochtertje heel veel van mijn tijd in. Dus dat valt dan op zich wel mee. Ik heb zoals je ziet op het beeld een fiets links achter me staan, dus ik heb me ook goed thuis bezig willen houden. Ik heb toch wel weer een paar procent extra van mijn tijd besteed aan de PlayStation, die is wel in de loop van de dag is die wel gaan gloeien. Hey, nu is net besloten dat de Bundesliga weer hervat gaat worden, hè? Halverwege mei. Kijk je er naar uit? Natuurlijk. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle andere mensen die thuis zitten die fan van voetbal zijn. Die krijgen dan toch weer een heel klein stukje van de normaliteit weer terug. Ook al is het alles zonder toeschouwers in het stadion zo, maar het is gewoon wel fijn dat het weer mogelijk is na deze moeilijke periode of tijdens deze moeilijke periode. En dan moet jij natuurlijk nog een basisplaats zien te veroveren. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk dit seizoen een periode vrij veel gespeeld. Was dat voor jou ook de beste periode dan van het jaar? Sportief gezien wel. Goed, privé kwam daar natuurlijk de geboorte van mijn dochtertje bij. Ver vooraan, zal ik zo zeggen. Sportief gezien was het wel de mooiste tijd. Ik kon door de blessure van onze nummer 1 Swallow. Mogelijk 9 competitiewedstrijden op het veld staan. En zoals misschien meerdere hebben gezien, heb ik het niet helemaal zo slecht gedaan, als ik dat zo zelf mag zeggen. Het was wel echt een leuke tijd. Een hele mooie tijd ook gewoon om te proeven aan het niveau waar ik nu op bezig ben. En hopelijk mogen daar nog veel meer wedstrijden achteraan komen. Ja, want toen Swallow weer terugkwam, toen belandde jij weer op de bank. Is dat niet lastig dan? Ja, tuurlijk. Vooral omdat er toch een aantal wedstrijden tussen zaten waar ik het gewoon ontzettend goed heb kunnen doen. Maakte dat toch wel heel moeilijk om dan daarna weer het geduld op te moeten brengen op de bank. En moeten wachten om dan weer ooit eens een keer op het veld te mogen staan. Dus dat is nu een klein beetje de kunst wat ik voor elkaar moet krijgen. Om gewoon dat geduld op te kunnen brengen en niet mezelf gek te maken. Ja, want een jaar of twee geleden kwam je bij het Nederlands publiek ook in het nieuws. Maar dat was op een iets minder goede manier. Dat is het bidon-incident. Ja, dat zijn momenten dat wil je op dat moment liefst onder het gras kruipen. Maar gelukkig wisten we de wedstrijd aan het einde dan wel nog te winnen. Dus dat maakt het dan aan het einde ietsje minder erg voor mij. Ja, want je wilde een slokje nemen van je bidon en toen viel die bal er plotseling in, hè? Kun je er inmiddels wel een beetje om lachen? Nu achteraf. Ik ben een nuchter persoon, dus wat dat betreft kan ik er de fun wel van inzien. Maar op dat moment maakte dat niet veel beter. Maar goed, van alle dingen leer je en van alle dingen word je sterker. Dus ik heb het wel in mijn carrière als lichtpuntje meegenomen. Heb jij ook nog een droom om bij het Nederlands elftal te komen te spelen bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Die droom die is er altijd wel geweest. Maar ik ben dan ook nuchter genoeg om in te zien dat het op dit moment gewoon nog veel te vroeg is. Daarvoor zal ik eerst op een bepaald niveau constant wedstrijden moeten spelen. En als dan ooit eens de kans zou mogen komen, dan,
dan zou ik die zeer zeker aannemen. Ja, want wat zijn je toekomstplannen voor komend jaar bijvoorbeeld? Dat is nu op dit moment eigenlijk nog vrij lastig te zeggen, omdat mijn situatie een klein beetje van de toekomstige situatie van Swallow afhangt. Het ligt er natuurlijk aan of die in deze zomer bij de club blijft of dat die weggaat. Maar ik heb wel zoiets van, zou hij blijven, dan wil ik wel een stap gaan maken ergens naartoe. Want na 2 jaar op de bank zitten, ja, uitgezonderd van die 10 wedstrijden, dan, dat is me dan ook weer op deze leeftijd iets te lang. Op een gegeven moment wil ik dan toch alweer mijn wedstrijdjes gaan pakken over een langere periode. Zodat ik niet stil kom te staan in mijn eigen ontwikkeling. Ja, want je bent ook geen 18 meer natuurlijk. Nee, klopt. Ja. Iedere dag word je een dagje ouder. Wat dat betreft zit ik wel in de goede leeftijd voor een keeper. Er wordt wel vaker gezegd dat zo midden 21 de toptijd van een keeper is. Maar goed, er zijn ook uitzonderingen zoals elk aantal jaar wel te zien is. We zullen zien wat de toekomst ons meebrengt. Eerst gewoon gezond blijven nu in deze periode en alles andere komt dan daarna wel. Ja, maar voelt het voor jou wel zo inderdaad dat we nu de beste Mark Vlekken gaan zien, met een F trouwens? Ja, ik hoop dat jullie nog veel meer van mij mogen gaan zien en dat het beste nog mag gaan komen. Ja, want zou je eigenlijk openstaan voor een terugkeer naar Nederland? Want je bent natuurlijk heel jong al vertrokken, hè? Ja, ik ben inderdaad met 16 jaar naar Aken vertrokken toen, vanuit Roda Kerkrade. En sindsdien ben ik ook niet meer teruggegaan naar Nederland. Ik zou het op zich wel zien zitten. Maar er hangen natuurlijk heel veel factoren mee samen. Of het zich dan aan het einde ook wel loont, of het dan ook wel een goede beslissing dan op dat moment zou zijn om terug te komen naar Nederland. Maar ik heb me er niet zelf voor van afgesloten om nooit meer terug te komen, zal ik het zo zeggen. Ja, maar eerst maar eens het Bundesliga seizoen afmaken. Ja, dat is natuurlijk prioriteit nummer 1. Ja, nou heel veel succes, we gaan je volgen. Nou jongens, bedankt voor het kijken en binnenkort komt de volgende aflevering van VIDO Bellen online.